Hoi allemaal en welkom bij weer een nieuwe video, een nieuwe update over mijn buikwandcorrectie of eigenlijk over het aan elkaar maken van mijn buikspieren. Mocht je mijn eerdere video's niet hebben gezien, kijk ze dan vooral even als je geïnteresseerd bent. En ik vind het ook zo fijn om te horen dat ik zoveel van jullie hiermee kan helpen. Dus degene die het nog moet ondergaan, toi toi toi, je kunt het. En echt waar, als ze eenmaal weer werken, ben je zo blij dat je eindelijk gewoon weer je buikspieren kan gebruiken. Dat je je kinderen weer kan tillen. Dus echt, maar goed. Mocht je die video allemaal niet hebben gezien en denk ik, waar gaat dit over? Dit gaat over de operatie na de operatie. Want ik moet nog een operatie. In mijn vorige video kondigde ik het al aan. Ik heb dus afgelopen juni, een buikwandcorrectie gehad. En niet zozeer omdat ik... Helemaal niet omdat ik vet en vel had, maar omdat mijn buikspieren vet en vel, zeg maar overtollig vet en vel had. Want ik had natuurlijk wel vet en vel, maar niet overtollig. Maar alleen om mijn buikspieren aan elkaar te zetten. Dus dat is gedaan. Daar heb ik ook uitgebreid video's over gemaakt. En dan weten jullie ook dat ik daarna twee problemen had. De eerste, die had ik al vrij snel in de gaten, is dat mijn navel scheef stond. En de tweede die kwam wat langzamer in beeld. Namelijk dat mijn huid zich niet goed hecht. Ja, dat is denk ik de makkelijkste manier om te kunnen uitleggen. Ik weet niet waarom mijn haar niet wil zitten. Maar goed, dat is ook niet heel relevant voor dit onderwerp. Maar het irriteert me toch. Want eigenlijk na de operatie, ja, dan heb je nog een keer een check na een week. Volgens mij heb ik daarna nog een keer een check gehad. Maar dan heeft het gewoon allemaal nog wat hersteltijd nodig. En op een gegeven moment dacht ik, oké, mijn huid is steeds aan het vervellen. Hoe kan dat? Ik doe even kort samenvatten, mijn huid steeds aan het vervellen, hoe kan dat? En dat werd steeds erger en ik bleef maar alles erop smeren om het vet te houden. Body lotion, olie, alles smeerde ik erop, maar mocht niet baten. Toen werd het rood, steeds roder, steeds roder. Toen begon het echt verschrikkelijk te jeuken en toen bleek ik een soort droogte-eczeem te hebben, omdat het zo uitgedroogd was. En nou ja, dat doorbloedt dus niet goed. Daardoor heeft het ook een iets andere structuur. En dat moet opgelost worden. En ook wil de arts proberen mijn navel iets rechter te krijgen. Nou, dat huidprobleem, dat verwacht hij wel op te kunnen lossen. Dat navelprobleem wordt wat lastiger. Ook een lang verhaal leg ik in een andere video beter uit. Maar gaat hij wel een poging toedoen. En dat is morgen. Dus ik dacht, ik neem jullie weer mee in het proces. En ja, dan weten jullie ook hoe dat in zijn werk gaat. Dus ik zal even mijn buik laten zien. Ik heb even een jawbone aangedaan. Kan je het een beetje goed zien. Zo zie je overigens niet heel erg dat mijn buik of mijn navel scheef staat. Maar misschien als ik het lager hou. Dan zie je dat dit zeg maar de lijn is. Zeg maar mijn middenlijn. Hier zie je bijvoorbeeld ook de strik van mijn jongbroek misschien zitten. En dan zie je dus dat die nou ja, wat meer naar links voor de kijkers rechts staat. Nou verder ziet mijn buik er natuurlijk gewoon helemaal. Ja ik had net een panty aan. Dus je ziet hier een rare streep. Maar ziet er helemaal prima uit. Hier zie je ook. Net wel, net niet. Ja, hier zie je ook het litteken. Dat is allemaal prima. Maar wat je niet zo goed ziet op camera is dat dit stuk, zeg maar dit is gewoon normale huid. En ik weet niet of je het kan zien, maar hier is het heel, ja, soort fluffy. Het voelt ook anders. Dit voelt gewoon als huid. Dit voelt als een soort spons. Hier heb ik ook sowieso geen gevoel in. Nou, dit gaat hij dus aanpakken. Hij gaat een rondje om de navel maken. En daarin onderhuid gaat hij nog een rondje maken. Hij gaat hier in mijn huidige litteken ja, een soort van liposuctie doen. Om te kijken of daar nog vocht of vet of weet ik veel wat zit. En dan hoopt hij dat alles dat tezamen weer maakt dat het goed aanhecht. En hij probeert die navel iets op te schuiven. Maar er zit dus weinig beweging in mijn navel. Dus de vraag is of dat gaat lukken. Nou, ik ga jullie in deze video meenemen. En dan gaan we het zien. Ik ben poepie zenuwachtig weer. Dat mag ook even bijgezegd worden. Je merkt ook dat ik snel praat. Dat betekent dat ik gespannen ben. Maar ik ga jullie meenemen in het proces. Dus jullie zien me waarschijnlijk morgen zonder make-up. Met nog meer zenuwen dan nu. Goedemorgen, het is de dag van de operatie. Zoals je ziet ben ik make-uploos, crèmeloos, uitgedroogd en voedingloos. Ja, dus we gaan zo... we zijn nu bij de parkeerplaats en dan zo heen. We zijn een beetje vroeg. Niels was helemaal overstuur. Die was natuurlijk twee nachten bij opname geweest. Dus dat is even pittig. Maar goed, het is gezellig druk hier, zie ik. Ik ben heel zenuwachtig. Daar zit ik dan.
Oh ja, moet ik pak aan. Sorry voor mijn make-uploze hoofd. Het is de dag na de operatie. En ik was heel gespannen van tevoren. Ik heb uiteindelijk ook even weer wat voor de spanning gekregen. Maar de operatie ging gelukkig heel goed. En ik moet zeggen, vorige keer moest ik best wel lang op die, in die ruimte wachten. Zeg maar, voordat je geopereerd gaat worden, word je dan naar de, zeg maar, de kamer gebracht. Waar je zeg maar, ook weer komt als je moet zeg maar, uitslapen. Zeg maar. En vorige keer moest ik daar heel lang zitten. En ja, zit je daar gewoon een beetje ongemakkelijk te zijn. Maar nu lag ik er eigenlijk best wel kort. En toen kwam er al een zuster die me infuus ging inbrengen. En toen kwam daarna al de dokter om de boel af te tekenen. En daarna kon ik al door. Dus het was zeg maar veel sneller achter elkaar. Waardoor je niet hebt naar die klok zitten kijken. Dus dat vond ik heel prettig. En nou, toen was ik in de operatiekamer. En toen zei de arts nog van nou, er staat een uur voor. Maar ik denk dat ik een half uur, drie kwartier wel klaar ben. Toch wel relaxed. Toen heeft hij nog allerlei dingen gezegd. Maar toen was ik al verdwenen. En nou ja, toen werd ik eigenlijk ook voor mijn gevoel vrij snel weer wakker op de recovery. En op diezelfde afdeling, zeg maar. En vorige keer zag ik ook helemaal niks en ik wilde alleen maar drinken. En nu zag ik gewoon, ik zag de zusters lopen. En ik had natuurlijk veel minder heftige narcose gehad dan de vorige keer. Dus ik zag ze gewoon. Toen heb ik gevraagd of ik wat mocht drinken. Nou, dat mocht niet, maar ik mocht een raket die ik dan maar weer heb genomen. En nou ja, die kon ik zien. Een soort van semi-bewust eten. Nou, toen werd ik vrij snel alweer naar mijn kamer gebracht. Omdat ik gewoon aanspreekbaar was. En vorige keer viel ik ook heel vaak weer weg, zeg maar. En dat had ik nu ook niet. Volgens mij was mijn hart ook gewoon oké. Dus het was een stuk beter. En nu, ja, weet je, ik voel me, zoals ik het tegen iedereen maar zeg, ik voel me aangereden door een bus en alsof de knop boven mijn buik te lijf is gegaan. Maar ja, over het algemeen oké. Niels is nog steeds heel ziek trouwens. En Eden is nu ook ziek. Ik ga even snel mijn buik laten zien. Kleine disclaimer als je dit soort dingen eng vindt. Het ziet er niet heel eng uit trouwens, vooral blauw. Maar ja, ik ga het even laten zien. Dus anders moet je even doorspoelen naar een minuutje verder. Ik heb toch maar even een corrigerend hemd aangetrokken. Ik heb een hele lage broek aan. Dit is zeg maar met kleren aan. Het is vooral nog wat gezwollen. En zo ziet het er nu uit. Vooral deze kant is heel blauw. Mijn navel zit nog een pleister op. Hier heb ik ook nog pleisters zitten, maar die zie je nu niet. En je ziet dat het blauw al naar beneden zakt. En ja, dit doet wel zeer. Dit voelt wel geboetjerd, maar gaat verder prima. Dus nee, ik mag niet klagen. Ik hoesten doet wel pijn. Ook op mijn zij liggen deed echt zeer. Dus ik heb gewoon op mijn rug gelegen. Maar om 5 uur vannacht kon ik misschien niet meer moest liggen. Maar volgens mij ben ik om 6 uur of zo weer in slaap gevallen. En ben ik weer verder gaan slapen. Tot 6:30 of 6:45. En toen was het wel een beetje klaar. Maar goed, ik lag er ook heel vroeg in. Dus ik heb gewoon goed geslapen. En ja, ik was gisteren wat bleek. Maar dat is nu ook niet meer. Dus ik moet zeggen, het valt me alles eens mee. Dus als ik het vergelijk met de vorige operatie. Man, what a difference. Maar goed, ik hou jullie op de hoogte. Het is zondag. Het is nu dinsdag geopereerd. Dus het is alweer even geleden. En ik dacht, ik geef even een kleine update. Maar ik ben dus nog steeds ziek. Ik heb een klein beetje make-up op mijn hoofd gesmeerd. Om de wereld aan te kunnen. Maar ik heb daarom dus niet heel veel laten zien. Maar ik dacht, ik ga het even weer kort zien. En ik hoop dat ik van de week weer, ga ik weer even wat langer de tijd nemen. Maar ik dacht, laat even kort zien hoe het er nu uitziet. En ook eventjes kort hoe ik me voel. Het gaat, zeg maar, los van dat ik dus ziek ben, gaat het goed met de buik. Vooral de linkerkant, voor de kijkers rechts, doet erg pijn en is blauw. Erg pijn, oké, moet niet overrijden. Het doet pijn en is blauw. En daar voel ik ook allemaal harde bulten, zeg maar, in zitten. De linkerkant veel minder. Dus ik weet niet of daar ook minder is gebeurd. Ik heb echt geen idee, want ik heb de arts niet gesproken. Maar dat is wel echt een wezenlijk verschil. Mijn navel, die ga ik niet laten zien, want die vind ik er echt zelf nog best wel heftig uitzien.
En ook daar heb ik dus niet echt te horen gekregen. Ben ik ook niet van ze gewend hoor, moet ik zeggen. Maar dus niet echt te horen gekregen hoe ik daarmee om moet gaan. Dus ik heb er nu steeds, zoek er elke dag een nieuwe pleister op. Dat zijn deze dingen. Die hadden ze er daar op gedaan. Niet bij de operatie, maar de zuster had dat erna gedaan dat het dus bloedde. Dit zijn de Island Dressing with Border. Deze units, die plak ik er dan op. En dat probeer ik dan elke dag. Dat verschoon ik elke dag. Maar ik vind mijn nagel er nog best wel heftig uitzien. Ik heb ook het idee dat er hechtingen loskomen. Maar ik weet ook niet of dat de bedoeling is of niet. Ik had gisteren even naar de polykliniek gebeld. Maar die zijn natuurlijk dicht in het weekend. Dus ik ga morgen even bellen. Ook omdat er uit een stukje nog wondvocht komt. Het lijkt niet helemaal dicht te zitten. Dus ik moet dat gewoon eventjes gaan overleggen. Sorry voor mijn geheim, maar ik heb echt heel weinig adem. Maar goed, ik ga het gewoon even laten zien. Zonder de navel dan dus. Maar dan heb je weer een beetje een beeld. Kijken of ik het zo kan doen. Misschien is dat wel makkelijk. Ja, blijft dat staan. Ik heb dus iedere keer wel zo'n corrigerend hemd aan. Deze van de Hema. Die vind ik heel fijn, want die zitten wel comfortabel. Maar die zijn wel... die houden het een beetje bij elkaar, zeg maar. Het was niet gezegd dat ik dat moest, maar ik vind dat zelf wel een fijn idee. En dit is nu mijn buik. Nou, zoals je ziet is het nu... Ja, vooral hier, dit doet echt zeer. Hier zit echt een hele grote bult onder. Nou, dit is helemaal groen, zoals je ziet. Hier voel ik ook allemaal kleinere bulten. Dit is al helemaal rustig. Zoals je kunt zien. En hier zie je gewoon wel een zwelling. Nou ja, mijn navel... hij zit nog steeds niet in het midden, denk ik. Maar ik heb dat nog niet echt heel goed durven bekijken. Dan heb ik dus hier nog die hechtingen zitten met een plakkertje. Die zat er wel gewoon direct na de operatie op. Dat trekt af en toe, maar is prima. Dus dit is nu een beetje... Het lijkt een beetje de kaart van Europa of zo. Hè? Dus heel mooi kunstwerk. Dus zo heb je weer een beetje een beeld hoe het er nu voor staat. En nou, als ik morgen het ziekenhuis heb gesproken, zal ik wel weer even een update geven. Goed, ik dacht ik doe nog even een stukje afronding en dan laat ik het weer een paar weken herstellen en dan kom ik nog een keertje terug. Sorry voor mijn stem. Ja, ik ben nog niet opgeknapt. Ik heb me wel weer opgemaakt. Dat helpt altijd een hele hoop in mijn hoofd in ieder geval. Maar goed, mijn stem doet nog niet helemaal lekker mee. Ik dacht ik ga even een soort roundup doen van, nou ja, het is nu bijna een week geleden. Even hoe het... is gaan. Ik hijg als een werkpaard omdat ik gewoon niet zo'n adem heb. Maar goed, dat mag de pres verder niet drukken. Maar het leek me wel goed om na een kleine week te vertellen hoe het is gegaan. Dan sluit ik hem af. En natuurlijk zal je dan ook af en toe wat zien in mijn vlogs. Maar dan komt er nog een keer. Ik ga over 2 weken naar de arts terug. En dan zal ik daarna nog wel eventjes een soort final update doen. Als het er dan ook al een beetje final uitziet. Het zal nog wel langer nodig hebben. In ieder geval qua litteken. Maar goed, dan heb je in ieder geval een wat beter beeld. Ja, hoe gaat het nu? Ik moet zeggen dat de operatie, wat ik al zei, op zich mee is gevallen. Ik moet zeggen, voor deze operatie... Kijk, die andere is gewoon echt een hele heftige operatie. Maar deze operatie is in principe... zou die ook niet moeten zijn. Maar dat bot op dat het wel zo was. Maar daar, ja, nee, dat was echt peanuts in vergelijking met de vorige. Ik ben natuurlijk wel nogal bruised. Ik merk dat ik ook bijvoorbeeld... Ik heb morgen iets van mijn werk. En het handigste is om naar de fiets heen te gaan. Maar ik vind dat toch een beetje spannend. Vorige keer mocht ik natuurlijk 6 weken niet fietsen. Dat is mij nu niet verteld. Nou ja, dat staat wel op het formulier. Maar ik weet dat ik mildere gebruiksaanwijzing nodig heb dan zeg maar wat op dat formulier staat. Alleen, ik heb geen overdracht gehad van de arts. Dus ik merk dat er gewoon... ja, dat ik een aantal vragen heb die ik nu niet beantwoord kan krijgen. Ik heb vanmorgen met het ziekenhuis gebeld. Daar zal ik zo wat meer over vertellen. Maar dat heeft er ook mee te maken dat ik heb gewoon geen overdracht gehad. Ik heb niet gehoord of de operatie goed is gegaan. Of ik nog ergens op moet letten. Op het nazorgformulier staat gewoon dat ik 6 weken niks mag. En dan langzaam weer dingen mag gaan doen. Dat is natuurlijk heel anders dan hij heeft gezegd dat is niet zo. Maar zeg maar, daar zit natuurlijk een heel groot grijs gebied tussen. En dan ga ik maar af op mijn gevoel. En mijn gevoel zegt me gewoon dat het gewoon heel bruised is. Ik merk dat ik heel... ik ben vandaag voor het eerst in de winkel gegaan. Ik merk dat ik heel erg bang ben om ergens tegen aan te botsen. Dat mensen tegen me aanbotsen. Dus ik denk dat fietsen gewoon niet een goed idee is. Maar goed, ik heb dus het ziekenhuis gebeld. Omdat ik dus geen idee heb qua nazorg.
wat ik al vertelde, er zat geen pleister op mijn navel toen ik uit de operatie kwam. Maar het bloedde dus. De verpleegkundige had er een pleister op gedaan. Nou, sindsdien bleef hij wat bloeden en wat wondvocht. Dus ik heb die pleister steeds vervangen. Maar ik had eigenlijk geen idee. Ik had het idee dat er een deel van de hechtingen verdwenen was. Dus ik dacht, ja, ik weet het niet. En ook omdat ik zoveel hoest. En dat is natuurlijk best wel druk op je buik. Dus ik denk, ik ga maar even bellen wat het idee is. Toen had ik de medische assistent aan de telefoon. En die zei, nou, welke kleur hebben de hechtingen? Ik zei, nou, ja, zwart. Ze zei, nou, een zwarte hechting moet eruit gehaald worden. Dus daar moet een afspraak voor worden gemaakt. Wanneer heb jij de afspraak? Ik zei, nou ja, over 2 weken. Ze zei, ja, dat is dus 3 weken na de operatie. Dat is niet goed. Dat moet 2 weken zijn. Dat staat ook in jouw overdrachtformulier. Oké. Dus ik heb nou volgende week een afspraak om de hechtingen eruit te halen bij degene die ook bij de operatie was, maar niet zeg maar de chirurg. Die gaat de hechtingen eruit halen, want de chirurg zat vol. En dan ga ik de week daarna naar de chirurg en dan hoor ik dus even hoe het gegaan is. Maar dat soort dingen vind ik dus best wel lastig, want ja, dat maakt gewoon dat ik een beetje in het duister tast met wat wijsheid is en wat niet. En ik weet dat ik altijd zelf vanuit mezelf snel te veel doe. Dus ben daar echt een beetje naar aan het zoeken. En dan denk ik ook, ja, misschien kan ik wel tillen. Want ja, het is natuurlijk gewoon op de huid. Maar ja, aan de andere kant denk ik, ja, als ik straks kan het niet. En dan doe ik het. Dus de struggle. Maar goed, ze zei, ja, dat hoesten, dat is gewoon botpech. Daar kan je ook niks aan doen. Ja, je buik vasthouden, maar that's it, zeg maar. Dat doe ik al voor zover. Maar goed, ik kan de nagel niet bij elkaar houden, zeg maar. Dus dat, maar ze zei, wat je doet is goed. Het enige wat je nog beter kan doen is dat je, want ik wissel die pleister dus wel elke dag, maar ik douche er dus ook mee. Ze zei, je kan beter hem eraf halen voor het douchen dan het douchewater er gewoon langs laten stromen. Dus niet de straal erop, maar gewoon even langs laten stromen. En dan even goed drogen en daarna weer een verse pleister erop. Dus, nou, dat is een goede tip, dus dat ga ik doen. Ik moet wel zeggen dat ik mijn navel er echt zelf echt eng uit vind zien nu, maar dat komt omdat er gewoon allemaal zwarte knoopjes omheen zitten. En ik heb er vandaag wel naar gekeken met Sven, ook natuurlijk weer voor het herstel. En hij lijkt inderdaad meer in het midden. Hij zit niet in het midden. Maar dat was me ook verteld dat niet kon. Maar hij zit wel meer in het midden. Dus daar ben ik heel blij om. Maar ik ben gewoon heel benieuwd hoe het er uiteindelijk uit komt te zien. Nou, de rest van mijn buik zal ik ook even laten zien. Ik heb dus de hele tijd zo'n corrigerend hemd aan van de HEMA. Dat heb ik nog maar 100.000 keer. En nu zie je de colors of the wind. Ja, ik heb alle kleuren een beetje. Een beetje paars, een beetje groen, een beetje geel. Hartstikke leuk. Ik ben net een Picasso. Ja, het ziet er netjes uit. Meer kan ik er niet van zeggen. Eigenlijk, ik vind mijn huid beter ogen. Nou, dit is gevoelig. Hier zitten allemaal hobbels en bobbels onder mijn huid. Dat zijn denk ik allemaal gewoon bloeduitstortingen. Mijn navel ga ik niet laten zien. Jongens, maak geen grap. Het ziet er echt niet leuk uit. Dus dat ga ik gewoon niet doen. Ik heb hier nog 2 hechtingpleisters zitten. Dat gaat prima. Die voel ik af en toe trekken, maar totaal niet. Niet boeiend. Dus nou, zo ziet het dus met kleren uit. Je ziet die pleister zitten. Maar het ziet er gewoon heel, ja, al heel netjes rustig uit. Dus ja, daar kan ik niet zoveel kwaads over zeggen. Die navel vind ik echt nog wel even lastig om te zien. Maar ik denk als die hechtingen eruit zijn, dat het ook veel beter gaat. Dus ja, dit is een beetje hoe de situatie is. Ik heb zelf het gevoel, mijn moeder zei het eigenlijk ook meteen, is dat die huid toch een soort boost heeft gehad hierdoor. Die doorbloeding, dat hij er echt weer lijkt te komen. Het is echt een andere structuur. Dus ook al zei de arts ineens op de OK dat dat niet het idee was van deze operatie, waar ik nog steeds heel graag met hem over wil praten. Ja, want in mijn leven was dat het hoofddoel van deze operatie. Maar oké, ik weet het niet. Maar ik heb dus echt het gevoel dat het iets gedaan heeft. Ja, ik kan die huid zo lastig laten zien van tevoren, maar mijn moeder zet ze ook direct. En nou, mijn moeder heeft het heel vaak gezien, dus die geloof ik daar ook wel in. Dus ja, dit is eigenlijk even de update so far. Ja, dit is een beetje hoe het er nu voor staat. Ik zal je dus nog een korte update geven als het niet meer blauw is, mijn navel uit de kreukels. En dan ga ik het gewoon nog even aan je laten zien. En ja, dan is hoop ik deze reis voorbij. En kijk, weet je, bovenal stond mijn vorige operatie en die heeft echt de wereld veranderd. En volgens mij heb ik in deze video ook gezegd dat de arts daar ook naar heeft gevraagd en hoe mijn ervaringen daarmee zijn. Ja, daar ben ik echt mega, mega blij mee. Dus ik hoop echt dat verzekeraars het gaan vergoeden, want het kan echt niet dat zo'n cruciaal deel van je lichaam, als dat niet meer werkt, dat dat gewoon is
sorry, je hebt geen vetlap, geen vetschort tot halverwege je bovenbeen hangen. Dus je wordt niet geopereerd. Ik vind het absurd. Zoals je ziet, ik heb geen vet. Geen vetlap. Het is puur functioneel. Nou, ik vind het echt. Ja, ik kan me er echt woest om maken. En ik ben heel blij dat artsen zich daar zo hard voor proberen te maken. En als ik iets kan doen met mijn ervaring. En ook maar iemand wakker kan schudden ergens. Laat het me weten. Want ik vind het echt van de zotte. Ik krijg heel veel vragen van meiden die zich hier heel erg in herkennen. Ik krijg gelukkig ook meiden die gewoon de operatie gaan doen. Want ja, weet je. Als je iets van middelen hebt om dit te doen. Ik zou het altijd doen als je daar financieel capabel voor bent. Omdat het, hoe erg is het dat je eigen kinderen niet meer kan tillen? Hoe erg is het dat je gewoon met pijn, als je met ze op de grond speelt, dat je gewoon met pijn op moet staan. Dat je soms gewoon zelfs opgetild moet worden. Omdat je niet meer, nou, het is van de zotte. Dus al met al ben ik nog steeds super blij met de operatie. Vind ik het heel jammer dat deze operatie daarna nog kwam. Maar dit is echt in de marge en dit is meer gewoon voor de look en feel dan voor het medische gebeuren natuurlijk. Ja, die huid. Maar nou ja, dat is ook maar een beetje de bedebol blijkbaar. Ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken. En ik zie jullie heel graag heel snel bij een nieuwe vlog. Elke zondag. En over een tijdje weer bij een nieuwe update. Mocht je vragen hebben, stel ze vooral. Ik zal ze altijd beantwoorden. Dankjewel. Doeg!